Hey allemaal, Gerlof hier. Vandaag ga ik jullie vertellen hoe je combo's maakt in Minecraft PvP. Het is niet heel ingewikkeld, dus het is heel makkelijk voor nieuwe spelers om dit te leren. Alleen als je tegen iemand speelt die dit allemaal al weet, zul je hem waarschijnlijk hackers zeten. Dus vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je beter wordt in mensen comboën. Minecraft is puur movement based. Elke combo die je maakt, die heeft te maken met movement van jou of van je tegenstander. Dus ik zit vandaag op Frusky, zoals gewoonlijk. En ga zo meteen met Ocaly en Co om het jullie allemaal te laten zien. Maar, drop alsjeblieft een like op deze video. Ik hoop dat we zoveel mogelijk duimpjes omhoog krijgen op deze video. Factions komt er elk moment aan, jongens. Dus wees hype voor dat. En abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent, jongens. Op naar de 5000 abonnees. En geniet van deze video. Enjoy. Oké, jongens. Ik ga jullie nu laten zien hoe je rotcombo's maakt. Eerst laat ik Ocaly doen. Dus hij rot mij. En daarna slaat hij mij. Dus tijdens dat hij rot. Oké, we moeten eigenlijk een beetje fighten. Dus ik hit een beetje terug. Dus ik probeer een beetje te pvp'en. Ik wil terugslaan. Hij rolt mij. En hij hit me met zwaard. Dus dit is gewoon... Het lijkt nu gewoon voor de beginnende Minecrafter dat hij aan het hacken is. Maar dat is gewoon een rotcombo. Nu doe ik het terug. Dus ik rot hem. En ik hit hem. Ik rot en ik hit. Dus hij probeert mij nu terug te slaan. En voor hem lijkt het nu ook misschien dat ik hack. Maar ja, dat is voor de beginnende Minecrafter zo. Hij is ook veel beter met rots hitten dan ik ben. Maar dus tijdens dat je het hit, dus ik hit hem en ik hit hem. Dus je hit eentje met een rot. Moet ik wel raken. Oh! Oké, ik hit hem. Zo. En in een fight gaat het ook veel sneller. Dus dan ga je ook gewoon veel sneller bezig. En dan zo rot combo je. Oké, nu laat Ocaly het ook zien hoe je het moet doen met snowballs. Dus ik ga hem nu proberen te comboen. En nu gebruikt hij snowballs ervoor om mij te comboen. Nu lijkt het ook voor dat hij me gewoon ziek hard outreach. Terwijl het gewoon puur snowball effect is. Dus jongens, dit is... Ja, Minecraft is gewoon puur movement based, zoals ik al zei in de intro. Dat ga ik nu ook even laten zien. Dus ik hoop dat je snel wat op zijn. Dus ik ga hem nu ook gewoon hitten. Hier, dit is net als op Hypixel, jongens. Hij kan mij gewoon niet hitten. Hij kan me gewoon niet hitten, gewoon puur door de snowballs. Dus in principe elke throwball is hetzelfde. Dus ook met axe. Nu gaat Ocaly het laten zien met axe. Holy shit, de chat, jongens. Let niet op de chat. Dus ja, je moet de axe natuurlijk goed raken. Maar in principe met elke throwball neem je knockback. En daardoor stop je movement en word je dus gecombo'd. Oké, nu laat ik het zelf ook zien met axe. Dus probeer maar te attacken, Ocaly. Dus, een kippetje. Dus ik hit hem gewoon met eieren. En... Ja, zoals jullie zien, ik combo hem pretty hard. Dat is in principe dus met rots, snowballs, axe. Hetzelfde heb je ook met blocks in Duality, maar dat laten we zo meteen zien. Oké, jongens, ik heb Ocaly nu gedueld in Duality. Dus als Ocaly nu recht op mij afloopt en hij wil me killen, dan plaats ik een blok, hindert zijn movement en kan ik hem ook proberen te stoppen. Dus stel ik plaats een blok, kan gewoon doorfighten. Alright, probeer maar te killen, Ocaly. Dus ja, je kan hem dan met blokken zo hinderen. Dus hij wil nu vooruit lopen. Boom, geblokt. Dus blokken zorgen er ook voor dat je gewoon je movement kan stoppen. Kan ook met water, met lava, maar de meeste mensen doen het met bloks. Dat is ook een hele handige tips om combo's te maken. Nou, Ocaly mag het nu terug doen, nu ga ik geen blokken usen. Dus dit is heel OP. Dat is dus een rot combo zoals ik jullie liet zien. Ik ben natuurlijk niet de beste PvP'er. Dat weten jullie ook wel. Maar ik ben ook niet de slechtste. Ik beat ook heel veel mensen. En hij heeft nu ook lava geused. Dat kan je ook gebruiken. Maar dit zijn in principe de basic dingen die je gewoon moet weten om gewoon goede combo's te maken. En mij duurde het best wel lang om dit onder de knie te krijgen. En ik denk ook voor heel veel andere mensen. Oh, ik zit hier gewoon vast. Het wordt ook niet ergens uitgelegd of zo. Ja, natuurlijk, je kan googlen. Maar in de game zelf, 1.7, 1.8, wordt het niet uitgelegd. Dus vandaar dacht ik dat deze video wel heel erg handig is om dit jullie uit te leggen. En ja, zoals je ziet, Ocaly maakt heel erg gebruik van de blockplates techniek. Ja, het is ook gewoon super OP. Laten we eerlijk zijn. Het is super OP. En hij beheert het ook een stuk meer dan ik. Oké, even een head. Kijk jongens. Kijk jongens. Zo moet het. Zo moet je dat doen. And we out. GG's. Oké, jongens, ik ga jullie nu laten zien speed met je doet. We hebben nu vooral beide geen speed, dus pop je fire rest maar. Dat heb je al gedaan. Nou, nu laat ik zien hoe het ja, zonder speed is. Dus ja, het is gewoon even. Het is letterlijk gewoon hits treden. Maar als ik nu mijn speed pop, en we gaan het nu doen. Nou, als het nu gekomen wordt, is het wel een beetje fucked up. Maar speed doet veel meer ja, qua movement. En ik kan het nu ook veel makkelijker comboen. Dus als je speed hebt op Factions en die andere heeft geen speed, je hebt een enorm voordeel. Echt niet normaal. Oké, wat ik jullie ook wil laten zien is een S-tab. Een S-tab is, je stopt je movement. Dus Ocaly en ik lopen nu beide recht vooruit die kant op. Dus ik ga even een free look. We lopen zo beide recht vooruit. En in één keer stop ik. En ik ga weer door. En ik stop. Ja, ik kan het moeilijk doen met 3 vingers. Wacht, ik kan het misschien proberen. En ik stop. Ik ga door. Dit is een S-tab. Dus je gaat... Je loopt door in principe. Je houdt je W ingedrukt. En je drukt het in één keer op S. En dan ga jij naar achter. Dat is logisch. Of je stopt gewoon. En dan kan je diegene comboen. Dus Ocaly, kan jij goed S-tabben? Ik weet niet of je het goed kan. Yes, hij kan goed S-tabben. Dus ik ga gewoon recht naar voren lopen. En dan gaan we gewoon... laten we gewoon met steek gaan nu. Dus dan gaan we even kijken hoe dat gaat. Alright, let's go. Dus Ocaly gaat nu laten zien hoe je een S-tab moet doen. Oh, ik hou alleen mijn W ingedrukt. Oké, wacht. Ik loop wel gewoon. Oké, let's go. Dus dit is een... ik ga gewoon low CPS klikken. Kijk jongens, dit is een S-tab. Dit is echt een hele goede example hiervan. Dus hij stopt met lopen... En hij hit me gewoon van een verre afstand gewoon terug. Oké, ik ga het nu proberen om het terug te doen. Alright. Ocaly, bereid je voor. Oké, jongens. Dit is dus een S-tab. Dus ik ga op S drukken. Dat was een beetje. Kijk jongens, dat was een S-tab. Kijk, dit is een S-tab. Alleen, ik ben er nog mee aan het oefenen. Dit is het moeilijkste wat ik kan. Ik kan het heel kort. ZM, Reparation, dat soort mensen kunnen het heel goed op de server. Alleen ik zelf ben er nog een beetje noob in. Oké, jongens, ik ga jullie nog even een movement tip geven. Wat ik zou doen is gewoon zoveel mogelijk heen en weer zo gaan. Klinkt een beetje verkeerd. En dat is dus strafen. Je kan heel makkelijk iemand strafen door naar links en naar rechts te gaan. Dus ja, ik heb niet een hele grote muismat, maar alsnog kan ik prima strafes doen. Dus dit zijn mijn strafes. Zo. En moet je eens kijken jongens. Hij kan me amper hitten als ik gewoon zo de hele tijd strafe. En nu laat ik even zien hoe het voor mij eruit ziet als ik recht op een afloop. Dus nu mag hij gaan strafen. Moet je eens kijken jongens. Ik probeer hem te hitten. Maar ik moet dan de hele tijd bij-aimen en daardoor kan hij epic combo's op mij maken. Dus ik probeer hem zo te hitten. Besef, ik ben iemand die Minecraft Frusky voor het eerst joint. Ik denk legit aan dat hij hackt. Als ik voor het eerst Minecraft zou spelen, zou ik denken dat hij hackt. Maar jongens, door deze uitlegvideo is het ook wat meer duidelijk voor mensen. En ja, wij hopen dat het een stuk duidelijker nu voor jullie is. En op naar de volgende clip. Like Kaji. Oké, ga je staan, ga je staan. Oké, jongens, ik laat jullie eerst, als je geen sprint reset, dus de eerste hit. Je ziet dat hij 1, 2, 3, 4, 5 blokken knockback neemt. En als ik gewoon in één keer doorhit, dan is dat een stuk minder. Dus dat, zo ziet het eruit als je je sprint niet reset. Ik hit hem nog één keertje om het even goed te laten zien. Dus ik hit gewoon, de eerste hit is veel, maar als ik in één keer doorsla, dan is het een stuk minder. Oké, nu ga ik jullie laten zien hoe een W-tap eruit ziet. Dat je tapt, dit is de eerste hit, tap, 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 tap. Dus nu laat ik het eruit zien als Revar naar mij toe loopt. Alright. Dus tap, 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 tap. Dus je hit de hele tijd je W, dus je W. En hij neemt dan insane knockback. Je moet het wel goed timen in duels. Maar dit zorgt er ook voor dat hij veel meer knockback neemt dan... Oké, nu ga ik jullie laten zien hoe block hit. Dit is dus een block hit. Hij neemt al een stuk meer knockback. Dus je doet zo, 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 zo. En je ziet ook dat hij super ver vooruit gaat. Dit is zo 15 à 20 bloks. Dus kom maar één keertje terug, Mesp. Stel ik ga zonder blok hitten. Dan is het gewoon... Hij komt een stuk minder vooruit. En Mesp komt daar één keertje nog. Dus ik laat jullie nog één keer zien. Blok hit, blok hit, blok hit, blok hit, blok hit. En je ziet ook dat hij gewoon super ver naar achteren gaat. Dus het is ook zeer handig in duels. Oké, dan laat ik jullie nu de andere movement zien. Dat is shifting. Dus ik shift, ik hit, shift, hit, shift, hit, shift, hit en shift, hit. Dit zorgt er ook voor dat je gewoon super ver komt. En dit zorgt er ook voor dat je movement stopt en weer doorgaat. Dus ik laat jullie nog één keer zien zonder shiften. Dus zo ziet het eruit zonder shiften. Hij komt een stuk minder snel vooruit. Nu gaan we het weer één keer laten zien met shifting. Dus dan shift, 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 shift.